Hoi iedereen, goeie weekend alvast. Maar we gaan als goeie weekend inzetten met een pittig AMRAP-je van 15 minuten voor zowel de bodyweight als de equipment versie. Bij de bodyweight versie gaan we naar 20 glute bridges walkouts. Sorry. Dat wil zeggen dat we onze poep goed hoog houden en dat we uit gaan stappen en weer gaan bijstappen. Dat is één herhaling. Ja? En zo doe je er 20. Daarna gaan we verder op onze core werken, gaan we in een plankpositie gaan staan en gaan we double knee in planks doen. Dus dat wil zeggen dat we onze dubbele knieën, onze twee knieën, naar onze ellebogen gaan brengen en op deze manier 15 stuks gaan doen. En we gaan als eindigen met 10 plank to pose, dus naar beneden en terug op. Dat is ook weer één herhaling. En probeer ook elke keer af te wisselen van arm, dus dat je elke keer afwisselend rechts en links doet. Is het te moeilijk, kun je inderdaad, zoals Kim hier demonstreert, op je knieën plank to pose doen. Ook die double knee plank kun je ook vervangen door bijvoorbeeld niet met twee knieën tegelijkertijd, maar bijvoorbeeld een soort van mountain climbers. Ja? Dan hebben we onze equipment versie. Gaan we beginnen met 15 dumbbell sumo deadlift high pulls. Dat wil zeggen dat we iets breder gaan staan als normaal. Ja? En gaan we onze dumbbells tussen onze benen zetten. We gaan goed in een deadlift terechtkomen en dan pas gaan trekken op onze armen. Ja? Dus eerst die billen, hops, en dan pas die armen. Goed hoog trekken die ellebogen naar boven toe. Als je één dumbbell hebt, ook geen probleem. Dat kan ook met één dumbbell, maar probeer dan wel een zwaarder gewicht te nemen. Ja? Dat doen we 15 keer en dan gaan we, als je ergens in de buurt een stoel of een box hebt, gaan we 15 boxdips doen. Dus we zetten onze handen naast onze billen en we gaan zo op onze triceps gaan werken. Ja? Des te moeilijker, des te verder dat je met je voeten van de box gaat staan of van de stoel, des te moeilijker maakt het. Ja? Dus probeer echt iets uitdagend te vinden voor onze AMRAP van 15 minuten. Voor deze twee bewegingen elke keer 15. Probeer goed te blijven bewegen en zoveel mogelijk rondjes af te werken. Alright, bye bye. De laatste. Zo.